10 weken geleden kreeg ik van Maastricht UMC Plus de vraag om te kijken hoe virtual reality als leermiddel ingezet kan worden binnen de verschillende trainingen van het UMC Plus om leren te bevorderen. Hiermee ben ik aan de slag gegaan, heb onderzoek gedaan en heb uiteindelijk Vision ontwikkeld. Vision is een virtual reality ervaring die ontwikkeld is voor de verpleegkundige in de opleiding. Hiermee wil ik de verpleegkundige in opleiding laten ervaren hoe het is om staart te hebben en hoe het is om hiervoor behandeld te worden. Het doel van de VR-ervaring is om de verpleegkundige in de opleiding meer empathie te laten voelen richting patiënten met slechtziendheid. In de ervaring stap je in het leven van een 72 jaar oude man die last heeft van staar en die later op de dag een staaroperatie moet ondergaan. Tijdens de ervaring word je door je dochter in het verhaal meegenomen naar verschillende omgevingen waar je geconfronteerd zult worden met je slechte zicht. Denk hierbij aan het niet goed kunnen lezen van de krant, medicijnen, een bingo-kaart of slecht televisie kunnen kijken. Uiteindelijk ervaar je ook het behandeld traject van staar en hoe het is om geopereerd te worden aan je ogen. Nadat de operatie voorbij is, kom je weer terecht in de thuisomgeving en zie je weer dat je volledig zicht hebt en alles weer goed kunt zien. Zo kan de gebruiker het verschil goed zien tussen voor en na de staaroperatie en zo een beter beeld krijgen over hoe het is om te leven met staar. Het was een pittig, maar heel erg interessant blok en ik ben ook heel erg tevreden bij mijn eindproduct. En ik denk ook zeker dat mijn ervaring ervoor zorgt dat de verpleegkundigen in de opleiding meer empathie zullen krijgen voor patiënten met slechtziendheid.